Mijn naam is Joep Stassen en ik ben specialist geworden in samenwerken. En dat doe ik samen met de Katholieke Universiteit van Tilburg. Kortweg de... Oh nee. Sorry. Ik werk samen en ik doe daar onderzoek naar. En wat ik ontdekt heb, wat er tussen zit als je wil samenwerken... dat is dat er een vuiltje tussen kan zitten. Ken je dat? Dat er een vuiltje tussen zitten dat je iemand net even niet gegroet hebt in de school... of dat je een verkeerd sms'je gestuurd hebt. En zo stapelt dat zich op en vuil trekt vuil aan. En dan kan er tussen jou en die ander kan er een beetje vuil zitten. Nou, je zit nu naast iemand. Wie zit er naast een bekende? Zullen jullie allemaal naast bekenden gaan zitten? Get out of the chair. Zoek een nieuwe plek op en ga naast iemand zitten die je nog niet kent. En let op, kies iemand uit waarvan je de eerste instantie denkt... liever niet, dan wordt het leukste. Ja, ga je gang. 30 seconden, even wisselen. Zoek iemand op die je nog niet kent. Ga gauw weer zitten. Nou zit je naast iemand die je nog niet kent... En voordat je met diegene gaat chatten en twitteren, wil ik je vragen om even een klein experiment te doen. Wie heeft er zin om met mij een klein experiment te doen? Ja! Doen we allemaal mee met jou. Dus naast degene waar je nu zit, die nieuwe waar je naast bent gaan zitten, draai even naar diegene toe. Dus dat je 2-on-2 naast iemand toe gaat. Ik wil je vragen om gedurende 10 seconden die ander zwijgend in de ogen te kijken. Ga je gang, ik tel af. 10, 9, 8. Hou vol, 7. 5, 4, 3, 2, 1. En kijk maar weer. Ja, bravo! Wat weet je, onderzoek heeft aangetoond dat jouw ouders... per dag, per etmaal, elkaar maximaal 8 seconden in de ogen kijken. Je hebt nu al een intiemere band met iemand van deze TED-community... dan je eigen ouders thuis hebben. Zo snel gaat het. Zo snel gaat het. Kom eens even naar voren toe. Zo, wie ben je? Max, verruinchauffeur. Dag Max. Max, kom even hier. Dan gaan we even samen staan. Dit is Max, jongens. Hey Max, wij zijn samen verbonden, hè? Max, hou je goed vast. Hier komt-ie. Hoe kijkt Max erbij? Was je bang, Max? Ja. Ben ik zo eng? Nee. Je schrok gewoon. Nou, Max, ik meen het goed, hoor. Maar weet je, ik doe dus veel onderzoek. En onderzoek heeft aangetoond dat als mensen elkaar af en toe aanraken... Hè, gewoon af en toe... elkaar een schouderklop geven, dat je dan veel makkelijker met elkaar verbindt en veel makkelijker met elkaar omgaat. Dus wat Max en ik hier gedaan hebben, dat was een voorbeeld. Met degene waar je zojuist een hele intieme band hebt opgebouwd, krijg je nu de kans om die, hoe lang Max, te huggen? 10 seconden? Ja. 10 minuten lang mogen jullie van Max even gaan huggen. Ga je gang, daar gaan we. Dankjewel Max. Mag weer gaan zitten. Ga je gang. Kijk eens. Grijp je kans. 4, 3, 2, 1. En je mag elkaar weer loslaten. Ja. Ik heb wat meegenomen. En ik ga eens even kijken aan deze kant bij wie die... Ja, daar moet hij heen. En nu? Hallo, wie ben jij? Ik ben Kira. Dag Kira. Hey Kira, wij zijn samen verbonden. Yay! Ja! Hey Kira, en als jij een goed idee hebt, of ik heb een goed idee, dan zijn we met elkaar verbonden. Dan kunnen we dat uitwisselen. Hey! Kira, heb je goede ideeën? Ja. Vertel, heb je één idee die je met ons wilt delen?
Je hebt geen idee. Ja, nu heb ik geen idee, maar het is zo... Ja, je schrikt er ook even van. Ja, nee, dat is ook zo een keer. Dat is ook helemaal niet de bedoeling op commando. Maar we zijn verbonden en we blijven verbonden. En, Kira, kijk eens om je heen. Is er iemand met wie jij het netwerk zou willen uitbreiden? Ja, met mij. Met mij, toch? Ja, jij, Bill. Maar ik vraag het aan Kira. Kira, jij mag zelf kiezen met wie je dat wil doen. Ga maar staan en kijk even mee. Aan wie? Wie is dat? Is dat je vriendin? Kira, wie is dat? Dat is Maya. Hoe heet je? Maya. Dag Maya. Maar je kent Maya al, Kira? Ja. Nou, dit was nou net een kans om eens even verder te kijken en om iemand te gooien die nog niet kent, Kira. Nog een keer. Kijk eens om je heen. Daar gaat hij. En bij wie is die terechtgekomen? Henk. Dag Henk. Ken jij Kira? Nu wel, hè? We zijn nu verbonden, Henk. Oké, hi Kira, ik ben Henk. Ja. Hey Kira, Henk, heb jij goede ideeën? Nee. Is dat je zus, Henk? Nee. Denk maar. Wat zeg je? Had ze gewild. Hey, heb jij ideeën, Henk? Ja. En zijn er ook ideeën die je met ons wilt delen? Nee. Ja, een beetje, nee. Vertel. Nee. Ik ga weg, ja. Je kunt het, Henk. Nee, nu even niet. Maar Henk, ook jij bent verbonden met mij en Kira, hè? Ja. Ja, nee, maar ik dacht... Als jij nou eens eventjes helemaal aan de andere kant, Henk... Want jij kan vergooien, dat zie ik. Oh En bij wie is die terechtgekomen? Dag, Mick. Ken jij Henk? Ken jij Kira? Nou, welkom in ons netwerk. Is er iets wat jij te geven hebt aan ons? Ook niks? Wat was je aan het twitteren? Nee, niks. Oké, nee, niks. Wil jij eens even helemaal naar deze andere kant, dat we verbonden zijn met z'n allen? Kijk eens, daar zijn we. En wie ben jij? Jim. Hallo, Jim. En we zijn nu met één draadje via Kira, Henk. Waar zit je? Ja. En jij, zijn we verbonden? Maar we hebben natuurlijk niet één draadje, we hebben... Zeker met Twitter en Facebook en alles hebben we eigenlijk miljoenen draadjes om ons te verbinden. Dus ik zou zeggen, ga je verbinden in de kleur die jij wil. Daar gaan we. Wow, jongens, moet je eens kijken. Eén groot TED-netwerk. Wow! Jongens... Ik ben heel erg goed in het aanleggen van netwerken. Hoe je dat weer opruimt? Geen idee. Hey, wacht even. Jullie zijn allemaal slimme kinderen hier, hè? Als je nou, weet je nog welke kant je de wol gegooid hebt? Oké, we kunnen het opruimen, maar daarvoor moeten we één ding doen. En dat is? Samenwerken. Wow, ja, dat is het. Dus... Ga allemaal staan. En breng met beide handen links en rechts van je hoofd omhoog. Breng de wol boven je hoofd, daar gaan we. Oh, kijk eens, één mooi web, jongens. Oké, en nou brengen we langzaam, van helemaal van achteren... brengen we de wol langzaam naar voren hier op het podium. Wow, jongens, kijk eens. We halen de netten binnen. En wat is de opbrengst? Hoeveel ideeën zitten er in dit netwerk? Duizenden. Gooi maar neer, ja. Sander? Oké, jongens. Nou, kijk eens. Moet je eens kijken wat een prachtig mooie kleur. In je eentje. Eén draadje. Dat trekken we zo kapot, toch? Eén draadje trekken we zo kapot. Maar wij met z'n allen, met onze ideeën... en als we dat doorgeven aan elkaar... en met elkaar delen en met elkaar samenwerken... dan... Trek je dat nooit kapot? Wie wil dit proberen kapot te trekken? Ik zie daar een zwarte nekker. Kom maar naar beneden dan. Kom maar naar beneden. Jij mag ook. Tuurlijk mag jij ook. Ja, kom maar staan. Jij aan deze kant en jij aan deze kant. En dan gaan we eerst één draadje doen. Eerst eentje.
Jullie aan deze kant trekken en jullie aan die kant. Eén draadje. Daar gaat hij. Nou, eens kijken hoe lang dat duurt. Oh, ja, ja. Hij is kapot. Ja. En nou pakken we twee draadjes. Goed zo, twee draadjes. Doe maar. Kijken of we dat kapot hebben. Twee ideetjes. Twee ideetjes. Nou, ja, kapot. Maar nou met z'n allen, zoals we hier zitten, probeer dit eens kapot te trekken. Je verzuipt in ideeën. Nou, dit krijgen we niet kapot. Jongens, jullie mogen het straks... We laten de wol voor straks liggen. Ik wens jullie heel veel inspiratie en samen met elkaar... Je hebt er al vier stuk. Ga door, want met elkaar komen we tot mooie ideeën en kunnen we de wereld veranderen. Heel veel plezier vandaag. Tot ziens.